Hi, my naam is Liz Hathaway en dit is mijn astrologische kijk op de komende week. Zon is in booschutter, driehoek Uranus vandaag. Ik vind Uranus altijd symbool staan voor originaliteit, voor de dingen staan, voor durven jezelf te zijn. En dan met die driehoek vanuit de vuurteken booschutter, die ook een stukje optimisme heeft en een soort houding van can do. Dus niks is onmogelijk. Zo denkt de gemiddelde vuurteken. Het heeft dat optimistische, positieve insteek. Dus dit is een hele mooie energie eigenlijk in deze komende week vanuit, want al is de aspect voorbij. Het heeft een orb zeker van 5 à 6 graden. Dus dit is een energie die ons helemaal meeneemt tot de volle maan. En de volle maan die vindt plaats op woensdag en ook daarna zelfs. Maar, dus het is echt een soort expansieve energie. Hè? Het gevoel hebben van ik kan het wel, ik doe het wel. En misschien wel wat risico's nemen, je nek uitsteken. En dat wordt zeker een thema ook voor volgend jaar. He, want we hebben nu, het begint nu binnen op te komen, Jupiter opposiet Uranus. Nou, dat is echt een soort game-changer aspect. He. Het is ook, wat ik zei, risico's durven nemen. En misschien omdat we praten over Jupiter, grote risico's. Echt een sprong in het breswagen. He. Gewoon kijken wat het dan wordt. Dus het is ook een beetje een gok. Energie. En booschutter is natuurlijk ook een beetje een gokteken. Dus, we hebben natuurlijk die Jupiter-Uranus-oppositie, maar dat driehoek naar Saturnus vanuit Uranus en die sextiel vanuit Jupiter, dat is een aspect die volgend jaar ook veel naar voren zal komen en waar ik ook in een volgende film of vlog meer over wil gaan zeggen. Maar we krijgen nu een soort voorproefje, een soort vooraf, een taste, zoals je dat in het Engels noemt. Volle maan is dus in tweeling. Dat heeft dus met communicatie, met relaties te maken, met verbindingen leggen, met uit je comfortzone treden ook. En weer met dat thema van risico's durven nemen, je horizons verbreiden. En natuurlijk zo'n tweelingmaan die heel nieuwsgierig is, die heel communicatief is, maar wel op de oppervlakte blijft. De tweeling is niet een teken die echt de diepte van de emoties wil ervaren. Tenminste, niet als het moet. Als het moet, dan doen ze het wel. Maar over het algemeen moeten de dingen licht blijven, moet het gezellig blijven, moet het bespreekbaar blijven. En dan zonder te veel emotioneel bagage. Dan zien we donderdag komt maan in kreeft, dan verandert de sfeer nogal, want kreeft is wel heel sensitief. En onder andere zien we op donderdag al de oppositie vanuit de maan naar Mercurius. Dus dat kan een soort afstand scheppen tussen denken en voelen. Dus eigenlijk het soms misschien ook niet weten of niet durven uit te komen voor wat je voelt, hè, wat je aanvoelt. Maar dat zien we dan ook op zondag. We hebben maan in leeuw. Hè. De maan is dan, sorry, op zaterdag. De maan is dan ook opposiet Venus. Dus dat is een soort teken van eigenlijk het willen genieten, maar dat dat is echt een soort werkaspect. Weet je wel, het moeilijk hebben om gewoon op de bank te zitten en helemaal niks te doen. Het moet productief zijn. Hè? Er moet iets nuttigs aan te pas komen. Gelukkig hebben we ook op zaterdag maan sextiel Jupiter. Hè? Dus dat is wel wat meer genieterig. Hè? Dat maakt wel lol, hè, met z'n allen. Jupiter is wel een soort groepsdier. Die is graag onder de mensen. En op zondag zien we dan ook zo'n driehoek maan. Dus dit zie ik dan als een bevestiging van een thema die eigenlijk al op maandag begint met de zon driehoek Uranus. En dat thema heeft te maken met je vleugels uitslaan, met gewoon nieuwe ervaringen, openstaan voor nieuwe ervaringen en bereid zijn om een gok te nemen, om
je authentieke zelf te laten zien. Ik wens jullie een hele fijne week, een hele boeiende week, leuke week. En ik zie jullie volgende week. Bye.